Oh, kijkers van JWNO Gamer, dit is Joris. Vandaag gaan we verder met Tomb Raider. Tomb Raider, leuke spelletje die ik eigenlijk ooit eens een keertje moet afmaken, want ik maak hem nooit af. Geen idee waarom. Oh, hi. Get over here! Ja, want dit was extreem handig, joh, dat shitje. Fucking groot. Oh, damn shot, though. Ah, we zien. Hier op jij. En dan looten. En dan hier binnen gaan. Kijken of hier nog iets leuks te vinden is. De deur is open. Zo. Zien. Ah, hier is iets. Wat zit erin? Inktpotje met bruine jade, wat dat ook mag zijn. Ik hoop dat het hier gaat. Dat is wel vet. Cool. Dat is baas. Oh, mijn hele ding is kapot gemaakt. Oké, dan gaan we hierop. Kijken wat hier nog te vinden is. Misschien is hier een leukere uitweg. Zo. Ja, kijk. Hup. Ik heb hem. Zo, kijk eens aan, wat is hier? Wat zou hier nou weer zijn? Oh, dit ziet eruit alsof het een cave is, wat hier eigenlijk niet hoort, of dat het een tomb is. Of het is gewoon een weg naar buiten, en het is een weg naar buiten. Kijk eens aan! Het is ook nog eens een weg naar buiten, is ook fijn. Oeh, 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 boom. In de fik jij. De laatste keer hebben wij een hebben wij een compound boog gemaakt. Dus dat is zo'n coole boog. Zo'n eentje. Zo'n eentje met zo'n cool vizier en zo. En hier zit nog iets in. Kijk wat hierin is. Speelgoedtrein. Wat de fuck moet je met een speelgoedtrein? Coco. Zoals van een aap of zo. Waarom zou iemand zijn kind nou Coco noemen? Of haar kind? Dat vind ik wel een beetje een nabiele naam hoor. Coco. Ja, ja, ik ben Coco van der Meer. En ik wil graag solliciteren als vuilnisman voor de EO. Geen idee. Vertel ik maar wat bullshit hoor. Maar waarom zou je je kind Coco noemen? Dat vind ik een beetje een rare naam. Oeh. Wat hebben wij gevonden? Materiaal. 100% alles goed. Oké, let's go. Gewoon verder gaan. Without a doubt. Verder gaan. Hoeveel... Oh, kaart. Hoe groot is Yamatai eigenlijk? Uitzoomen. What the fuck? Wauw. Nee, joh. This was part of a research facility. Doe gewoon het ding aan, joh. Activeren. Boom. Nou, wat denk je zelf? Lara, het is allemaal fictie. Dat is het. Waar moet ik heen? Ik hoor wel een raar geluid, maar ik heb geen idee waar ik heen moet. Dan pak ik maar op. Is hier ergens een plek naar boven? Oh, hier is iets. Ah, kijk, een deur. Open! Tada! Dus. Daar moeten we iets mee. Oh, I get it. Oh, je moet dat timen, of niet? Yep. Ik snap het al. Goed genoeg. Hè? Huh? Heb je dat niet in de fik zetten? Ik denk dat ik het wel weet. Als het goed is, moet je dit vlot in de fik zetten. Ja, kijk. En dan... Nee, die... naar beneden halen. Zodat het water niet meer zo ongelooflijk giftig is. Zo, en wat nu? Dit ding duwen? Oh wait, I get. Ah, haha. Dat is grappig. Ja, wat nu? moeten we ergens aan trekken ofzo? Om daarop te komen? Oh, daar moeten we eens mee. Maak vast even kapot. Dan ga ik even daar kijken, want daar was geloof ik ook iets.
Oh, wacht. Nee, daar kan ik niks mee. Oké. Ah, I get it. I get it. Kijk, die moet je trekken, zodat hij hier naartoe komt. Kijk, ik snap hem al. Wat je moet doen is, geloof ik... I get it. Ik snap hem al. Je moet hier... Dan moet je dat vlot hier naartoe gaan trekken. Dan komt hij hier iets meer nog. Zo, perfect. Dan ga je hierop. Hierop. En moet je dit ding gewoon weggooien, zodat je snel mogelijk op kan rennen. Kijk. Snel. Ja, dat ga ik niet redden. Dat ga ik wel redden. Oh, ik heb het gered. Boom. Zo los je puzzels op. Je moet gewoon goed nadenken om puzzels op te... Ja, wat nu eigenlijk? Ja. Moet je dat ding in de fix hebben? Wat moet je hiermee doen? Oké. Oh, fuck. Z toch? Nee. Goh, hoe moet je dit doen? Daar is een trap. Ik zie hem al. Daar moet je ook iets mee doen, geloof ik. Nee, oké, nog niet. Hier moet je iets mee doen, dat weet ik zeker. Oeh, dat is een goeie. Make the water safe to cross. Ja. Oeh. Gossemikkie, hoe doe je dit? Ik denk dat je iets moet gebruiken om dit hier. Dit moet je sowieso naar beneden halen. Moet je dit ding naar kapot schieten ofzo? Nee. God, dit is moeilijk. Ik zal even kijken hoor. Kijken of je dat ding hier ook heen moet trekken. Ik geloof dat daar dat iets ermee te maken heeft. Zo, helpt dit. En trek. Ja, je kan dat niet altijd houden. Ja, dit is moeilijk. Je weet niet wat je moet doen, dus... wat moet je gebruiken? Wat moet je nog meer gebruiken? Ik zal hier even staan, dan kan ik zien wat je kan gebruiken. Dus dit kan je gebruiken? Maar waarvoor? Hier ergens voor? Waarvoor? Laten we kijken, waarvoor? Oeh, dit is echt moeilijk hoor. Ja. Hier moet je iets mee doen. Want ik weet zeker dat je hier nog iets mee moet. Kijk, want je moet met die trap omhoog. Dus hoe kom je dan... Via daar. Op die trap. Oeh, dit zijn allemaal lastige zaken hoor. Doe jij. Kom hier jij. Goed zo. Dan gaan we erop. Kun je het ding niet kapot maken ofzo? Gossemikkie, moet je daar ook iets mee doen? Daar moet je ook iets mee doen, zegt ze. Dat is een campfire. Ja. Ik geloof dat je daar iets zag. Kun je dat touw niet kapot maken of zo? Nee. Oh, wat heb ik gedaan? Ik snap hem al. Ik heb hem. Je moest dat vlot er gewoon opzetten. Soms ben ik heel slim, vind ik zelf. En soms ben ik gewoon ook echt, ik geef het zelf toe, ik ben echt een domme kneuter soms. Omdat ik, holy shit, wat is dit? Omdat ik echt niet weet wat ik dan moet doen. Dan zit je echt zo van,
Dit is gebruiken en dat is gebruiken, maar toen merk je pas, oh wacht, je moet de vod er gewoon onder zetten. Dankjewel voor het goud. Wat zit er eigenlijk in? Oh, een tombe geplunderd. Kijk eens aan. Oh, dat is echt zo sneu. Dat klinkt zo sneu, geplunderd. En nu moeten we gewoon weer terug. Dan zitten we ze eigenlijk allemaal of niet. Wauw, dat was ook lekker. Dus, waar moeten we nu heen? Ik denk weer terug. Ik denk dat we weer terug met Coco van der Meer. Die bij de EO wil gaan solliciteren. Verder gaan of zo. Ik heb eigenlijk geen idee. Want ik heb dit spel best wel lang niet meer gespeeld. Want ik weet ook eigenlijk gewoon niet wat ik moet doen. Verder in dit spel. Want het is allemaal zo ingewikkeld en zo. Not. Het is eigenlijk best makkelijk. En nu? Waar moet ik nu heen? Daar moet ik heen. Oké, ik zie het al. Nee. Joris. Hoi. Oh, wacht. Je moet nu weer helemaal terug van waar we begonnen zijn. Moeten we helemaal hier langs. Ik spring gewoon even. Of ik kan daarop springen. Is ook goed. Want ik zag net... hoppakee. En tak. Kunnen we dat kapot knallen? Komen we hier een stuk makkelijker. Holy shit. Ga ik dat halen? Dat haal ik toch niet? Oh, daar is iets. Laat maar. Ik moet weer terug. Tuurlijk, Joris. Ga maar weer terug. Oké. Zo. 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 Oh, hier. Nee. Wat? Huh? Wacht. Hè? Ik kan iets proberen, maar dat is waarschijnlijk heel dom van mij. Ik kan proberen hier overheen te gaan springen, maar dat werkt. Kan ik dat gebruiken? Ga ik dit halen? Ja, dan ga ik sowieso dood. Survival instinct. Daar is iets. Dat ga ik niet halen. Dus. Wat ik ga proberen is... om er toch wel even overheen te gaan springen. Dus stel dat het fout gaat... van opslagplek ga ik even switchen. Ik weet dat het fout gaat. En here goes nothing. Ik heb het gered. Ik heb het gewoon gered. Oh yeah. Zo doe je dat. Ja, en wat nu? Nu moet ik geloof ik hier onder gaan. Zo. En dan gaan we weer terug naar de plek waar we kwamen. Hier nou. Kijk eens aan. Kijk, want dan moeten we daarheen. En dan is het waarschijnlijk al klaar voor vandaag. Niet. Ja, hier hou ik dan weer de video van vandaag. Like versus als je komt te volgen, moet het de Edge in een keer. En dan zeg ik jullie later weer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hou van snel praten. En dan zie ik jullie later weer. Bye.